Hoi, welkom terug in de shop. Vandaag even een off-topic onderwerp. Dus even geen hout, kloven, moestuin of andere machines of reparaties. Maar wel een reparatie. Maar dit keer aan de MacBook Pro. We gaan de batterijen of de accu van de laptop vervangen. Is natuurlijk bij elke laptop anders. Hier gaat het om een MacBook Pro met 2014. Maar ik maak deze film zodat je, als je accu leeg is, niet per se een reparatieshop hoeft op te zoeken, maar dat je dat ook gewoon prima zelf kan maken. Bij Apple vroegen ze dan meer dan €250 voor om een nieuwe accu in te zetten. Ik heb een accu besteld online voor €55, inclusief montagegereedschap. Dus we gaan nou kijken wat dat is. Ja, er zijn natuurlijk heel veel batterijenaanbieders. Je hebt ze variërend van €50 tot €100 bij wijze van spreken. En je weet eigenlijk niet wat je krijgt. Dus dat is altijd maar de hamvraag. En dat zal het over de tijd moeten uitwijzen. Nou, eens even kijken wat we hier hebben. Een soort schermdingetje. Aha, dit is wel netjes ingepakt op zich. Dit is het gereedschap. Twee schroevendraadjes. En dit is de accu. Het zijn allemaal losse accupakjes. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 accu's in een soort van framepje. En hier ligt nog een soort schrapertje. Dat zal wel zijn om straks de lijm of zo, die zullen wel erin geplakt zijn om dat los te halen. Maar dat gaan we zo allemaal zien. Eerste indruk. Oké. Nou, de eerste stap zal het openmaken zijn van die laptop. Even kijken, ze hebben twee maten erbij geleverd volgens mij. Zijn er twee verschillende? Ja, deze is nog kleiner. Het zijn een soort Torx schroefjes. Deze past niet. Kijken of deze past. Ja, deze past. Nou ja, zo'n kleine Torx heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Zo, en de laatste. Even eruit. Tip van Flip, als je die schroefjes verder niet controleert op verschillende afmetingen en lengtes, ze zijn zo klein, kun je ze het beste gewoon in dezelfde patroon zeg maar neerleggen zodat je ze eruit hebt gehaald. Dan komen straks diezelfde schroefjes weer terug op dezelfde plek. Nou, ik heb hem ook nog nooit opengehaald. Je kunt hier nergens iets ertussen doen, dus alleen hier aan de monitorkant. Ah, daar komt hij. Nou, dat gaat makkelijk. Het ziet er wel cool gemaakt uit. We moeten hem eens een keer goed schoonmaken hier. Die ventilator zit helemaal vol met stof. Dus dan kunnen we hem daar even met perslug even uitspuiten. En is dat ook weer mooi schoon. Lijkt misschien overweldigend om aan zo'n klus te beginnen. Maar eigenlijk, als je gewoon goed kijkt hoe het mooi is opgebouwd. En je kunt op YouTube allerlei filmpjes vinden. Meestal voor jouw type laptop. Kun je daar gewoon aan beginnen. En er is niks fijner dan dat je straks weer een nieuwe accu erin hebt. Die gewoon weer de volle 10, 11 uur meegaat. Deze gaat nou anderhalf uur nog maar mee. Dus ik kijk er al naar uit als ik de nieuwe accu heb. Verder bij die accu moet je even op letten. Je hebt natuurlijk allerlei soorten en types. Dat wel even het wattage. Dat hetzelfde is of hoger. Dan heb je in ieder geval weer dezelfde capaciteit accu erin. Ook al blijft dat natuurlijk ook afwachten. Nou, ik ga proberen hier die beugeltjes los te maken. En volgens mij zitten die accu's gelijmd. Dus ik dacht met wat flosdraad. Om die dan aan de onderkant los te maken in plaats van dit ijzertje, want dan ga je gelijk als een breekijzer om die accu, dat wil ik eigenlijk niet. En hier heb je dus dat andere schroefdraadje voor nodig, daarom zitten er dus twee bij. Deze past op die binnenste schroefjes. Ook hier geldt neerleggen in dezelfde volgorde, dan weet je straks weer waar wat zat. Zie je, want dit is een langere en een kortere. Er zit een soort Loctite aan, zie ik. Er zit een soort rubbertje omheen. We leggen dit gewoon zo even netjes aan de kant. Kijk, en nou komt de truc. Die accu's zitten aan de onderkant vastgelijmd. Dit waren trouwens de luidsprekers. Die zitten aan de onderkant. Die zitten dus hier zo mooi overheen. Ik dacht, met een beetje flosdraad om de vingers gewikkeld, heb je veel meer snijkracht door die lijm heen. Dus we gaan dat eens proberen of dat werkt. Het zal even pielen zijn. Kijk, dan probeer ik hier even dat zo om mijn vingers te wikkelen, dat je een beetje grip krijgt. Even zo. En dan om die accu heen zo, proberen die lijm door te snijden. Nou, dit is wel even pielen, maar nu heb ik hem al onderdoor.
Ik heb ook wel halverwege, moet ik eerlijk zeggen, via deze kant gewoon een beetje zitten frikken om die lijm iets op te rekken. En toen schoot de draad er makkelijk onderdoor. Uiteindelijk had ik die twee schroevendraadjes gebruikt om zo te zagen, als het ware. Dan kun je iets meer kracht zetten, want anders snijdt het in je vinger. En je moet best wel behoorlijk trekken voordat je al die lijm eruit hebt. Maar ik heb ze nu allemaal los. En als het goed is, kun je ze nou zo optillen. Dus we kunnen daar mooi de lijm eruit poetsen. Maar eerst even de oude accu nu helemaal eruit halen. Hier komt een lastig stukje. Want hier zit de hoofdconnector. Die moet je eigenlijk gewoon omhoog wippen. Dat is een soort dekseltje. En dan kun je de connector eruit halen. Of dat is eigenlijk de connector. Dat is niet eens een dekseltje. Dat is rechtstreeks de connector. Nou, als het goed is, kan nu de hele accu eruit. Even kijken, alles los. Het hele setje eruit pakken. Nou, ik heb ze even langs elkaar gelegd. Dit is de nieuwe, dat is de oude. Op zich ziet het er eigenlijk allemaal aardig hetzelfde uit. De vorm in ieder geval wel. De pasvorm gaan we zo zien. Stekkertje is ietsjes anders, heb ik idee. Dus dat ben ik bang voor. Dan moeten we heel even gaan vergelijken nu. Maar ik zal ze even boven elkaar leggen. Hier zie je het. Ze zijn gewoon identiek. Ik dacht even dat het verschillend was. Maar ze zijn gewoon 100% identiek. Nou, lekker weertje. Ik wou net naar buiten dat moederbord gaan schoonspuiten. Nou, dan blazen we deze even voorzichtig uit met perslucht. Zo, nu is die mooi schoon van binnen. En dan kunnen we hem gaan opbouwen, de nieuwe accu. Ik heb die oude lijmresten ook even weggehaald. En nu kan alles netjes op dezelfde plek teruggemonteerd worden. Nou, dit is de nieuwe accu. Daar zit als het goed is ook lijmsticker onder. Dus die gaan we nou erin plakken. En dan moeten we natuurlijk wel op de goede plek doen. Ah, hier. Een soort screen protector. Ja. Nou, dan plakken we deze op dezelfde plek erin. Wel een beetje opletten, want hij zit meteen vast als je hem erin plakt. Dus je moet het wel op de goede plek terugplakken. Nou, op zich stelt dat niet zoveel voor, maar het gaat toch even om het idee. Nou, dan kan die stekker erin. Nou, dan gaat hier dit kleine schroefje weer erin van die connector. Nou, alles zit er netjes in. Luidsprekertjes weer terug op de plek. Nou, deze kant er vanaf hier. Kijk, als je van tevoren even goed kijkt, dan zitten hier van die tapjes. Die moeten daar ergens in klikken. Dus je weet eigenlijk van tevoren al dat als je hem zo dicht laat vallen, dat die taps hier in het midden ergens zitten. Dan moet je dan even op klikken. Nou, die zitten er dus nou allebei in. En dan zit die eigenlijk perfect. Dan kunnen alle schroeven er weer in. Zo, het laatste schroefje. Ik heb ze even kruislinks. Dat moet je eigenlijk altijd wel aanwennen. Links, boven, rechts, onder. Links, onder, rechts, boven. Om zo rond te werken. Dan verdeel je de krachten eigenlijk met aandraaien. En dan op het laatst loop je ze allemaal nog even een keer na. Als ze allemaal erin zitten. En dan weet je zeker dat alles goed zit. Ik ben even aan deze kant gaan zitten vanwege het zonlicht. Nou komt een spannend momentje. Yes! Oké, hij doet het. Nou ja, je kunt het dus prima zelf even goed opletten. Er zitten trouwens rubber dopjes hier in dat framepje. Die moet je ook nog even omzetten op die nieuwe accu. Dat was ik op het laatst vergeten. Heb ik hem nog even opnieuw die dopjes erin moeten zetten. Het hele idee van het filmpje is dus dat je dit zelf kan. Mits je gewoon heel secuur en precies te werk gaat. Even goed kijkt hoe de dingen in elkaar zitten. Hoef je echt niet bang te zijn dat dit misgaat. En je spaart je een hoop geld uit. Je hebt weliswaar niet de garanties, maar ja, deze laptop is van 2014. Op een gegeven moment moet je een beetje afwegen van ga ik hem voor €250 of meer. En dan moet je ook nog naar die winkel toe. Ga ik dat laten repareren of maak ik hem voor een paar tientjes zelf.
En leer ik ook nog wat over het apparaat. Nou, dat heb ik dus gedaan in dit geval. En ik ben er super blij mee. Nou, heb je vragen, opmerkingen, zet ze onder in de comments. En anders zou ik zeggen, op naar de volgende video.